De Verbena Rigida met ambachtelijk geproduceerde geitenkaas en Gerbera's met smaakvol gebrouwen boerenbier. Het lijken vreemde combinaties, maar dit tuincentrum in Noordwijk is één van de twee tuincentra in Nederland waar de franchise-formule Landwinkel een plek heeft gekregen. De klanten vinden het al heel gewoon om de aankoop van kamerplanten aan te vullen met een breed assortiment boerenproducten. Ja, van kaas, nootjes, jam, pakketjes vooral, dat is leuk. Biertjes, wijntjes staan erin, streekgebonden producten. We hebben de kaas hebben we nou van een boerderij hier vlakbij vandaan, dus dat is Pennings zuivelboerderij. En dat vind ik zelf heel erg leuk en ik zou eigenlijk nog een bierbrouwer willen hebben uit de buurt. Landwinkel wil in Nederland doorgroeien van 91 naar 100 winkels. En naast boerderijen blijken nu ook tuincentra een goede verkooplocatie te zijn. Daarnaast is en blijft mond-op-mond reclame erg belangrijk. Ja, ik vind, ja, kaas en die jam vind ik ontzettend lekker. Ja, en de biertjes vind ik, dat is, vooral met dit weer is dat fantastisch. En maar noten ook. Ik zou eigenlijk niet weten wat ik niet lekker vind eigenlijk. Er zijn weinig dingen die ik niet lekker vind. Maar ja, ik ben sowieso al een begonnen, dus eten is voor mij altijd wel lekker. Maar als je bijvoorbeeld een verjaardag hebt en je laat zo'n schaal opmaken hier met 5 of 10 soorten kaas en met een paar plakjes worst erbij, dan heb je al de familie al op je hand. Dan hoef je verder weinig neer te zetten eigenlijk.